De oncologische patiënt is een steeds belangrijkere patiëntengroep binnen de praktijk. Ik ben Arno Roos. Ik heb me de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op de behandeling van dieren met kanker. Over dieren met kanker bestaan nog heel veel vooroordelen. Zoals de hond met malign lymfoom leeft toch maar 6 tot 8 weken, kan ik eigenlijk niks aan doen. Terwijl deze patiënten, wanneer ze goed behandeld worden met chemotherapie, een mediane overleving hebben van ongeveer een jaar. Iets wat de meeste nierpatiënten niet halen. En die behandelen we wel allemaal. Of het feit van kanker is een aandoening van oudere dieren. De hond zoals je hem hier ziet, 2,5 jaar oud, is toch echt een kankerpatiënt. En dat is ook logisch, want ook bij mensen zien we natuurlijk kanker op alle leeftijden. Van hele jonge kinderen tot 80-plussers. En wat dat betreft lijken ook de hond en de kat exact op ons. Kanker is van alle leeftijden en zeker niet altijd een doodsvonnis. Want vaak is behandeling goed mogelijk. Bij het behandelen van dieren met kanker is een gedegen kennis van de achtergrond van het ontstaan van tumoren van belang. Dit heeft soms gevolg voor de behandeling, maar is ook zeker belangrijk tijdens het stellen van de diagnose en het juist stageren van deze patiënt. Alleen door voldoende kennis van de achtergrond van de tumor, het biologisch gedrag van de tumor, kunnen we een eigenaar goed informeren over de behandelingsmogelijkheden, maar vooral ook over de prognose. Bij de verschillende behandelingsmogelijkheden zullen we de eigenaar ook moeten uitleggen van wat de behandeling inhoudt en wat voor gevolgen heeft voor zowel de patiënt als de eigenaar zelf. Neem bijvoorbeeld chemotherapie. Heel veel mensen hebben nog het vooroordeel dat dieren daar beroerd van zijn, net zoals mensen. Hoewel de situatie bij onze dieren heel anders is. Dit soort gebrek aan kennis bij eigenaren kan hun beslissing tot het nemen van al dan niet behandelen sterk beïnvloeden. Als we een diagnose hebben gesteld dat het dier kanker heeft, is het vervolgens van belang om te weten hoe het biologisch gedrag van deze tumor is. Want dan kunnen we door middel van aanvullende onderzoeken de patiënt juist stageren. En pas als we weten van hoe uitgebreid de tumor is, of er al dan niet uitzaaiingen aanwezig zijn, kunnen we een goed behandelplan opstellen en een reële prognose aan de eigenaar vertellen. Om tot een goede diagnose te komen, is het nemen van biopten uitermate belangrijk. Er bestaan diverse soorten biopten, variërend van naaldbiopten via abklatsbiopten tot truecutbiopten of excisiebiopten. In deze cursus zullen we ingaan op de verschillende soorten van biopten, de technieken die gebruikt moeten worden om goede biopten te nemen, maar vooral ook wanneer kiezen we voor welk biopt. Ten onrechte hebben veel dierenartsen het gevoel dat patiënten met kanker een ver van mijn bedshow zijn, dat ze er zelf niet heel veel mee kunnen doen. Maar op het moment dat wij weten met welke tumor we te maken hebben, kan vaak het stageren grotendeels in eigen praktijk gebeuren. Dit maakt deze patiënten voor u als dierenarts veel interessanter. En ook heeft het voor uw praktijk een goede uitstraling als u de eigenaar kan informeren en een goed opgewerkte patiënt door kan sturen naar de oncoloog. Dus met het volgen van deze cursus zal uw kennis over het ontstaan van tumoren en de behandeling van dieren met kanker toenemen. Dit zal uw werkplezier vergroten, het dierwelzijn van uw patiënten vergroten en daarnaast ook nog goed zijn voor uw praktijk.